je moet beginnen bij jezelf als verantwoordelijkheid. Als mensen bezig zijn met een challenge betekent een uitdaging. Maar dat het ook een uitdaging is om na te denken over onze samenleving, over je eigen levensstijl. En dat dat een begin is van een fundamentele omslag. En dat je elkaar kan motiveren. Dat is het leuke als je het met meerdere mensen doet. Dat je elkaar kan motiveren. En, ja, en dat je kijkt hoe ver je kan komen. Dat al dit soort challenges leiden to dat we misschien toch die omkeer maken. En dat is mijn hoop in deze moeilijke tijd. Dat we niet als Pompeii eindigen. Als we willen, en dat is een paradox, dat de wereld hetzelfde blijft als die nu is, zullen wij ons leven drastisch moeten veranderen. Het belangrijkste is dat mensen dus die nadenken over duurzaamheid, dat we moeten beseffen dat we echt in een diepe ecologische crisis leven. En dat de klimaatverandering is daar één van. Dat onze economisch systeem, wat alle dingen die wij leuk vinden, dus het consumentisme, het verrijzen maken, het vlees eten, dat schade brokken aan toekomstige generaties. Dat het onmogelijk is als we zo doorgaan dat onze kinderen en kleinkinderen op zo'n manier zullen leven. Het is net als met de Titanic. We varen als mensheid af op de ijsberg. En aan boord van de schip van de Titanic zijn misschien allerlei problemen. Maar het eerste probleem is om de koers te veranderen zodat je niet die ijsberg raakt. Maar een van de grootste dingen die je als individu kan doen om in één keer je ecologische voetbal zo groot mogelijk te verkleinen, dus de grote stap die je kan doen, is overstappen van een dieet met dierlijke producten naar een volledig plantaardig dieet. Dat is de grootste stap die je kan doen. Als je terugkijkt op je leven, dan denk je, was ik nou deel van het probleem of deel van de oplossing? En misschien heb je het probleem niet op kunnen lossen, maar dan toch, dat is toch de fundamentele vraag.